Om te beginnen moeten we eerlijk zijn, we hadden niet verwacht dat Ivan Leko in het post-Breuthomme tijdperk meteen op kop zou staan en het zo goed zou doen. Er zijn natuurlijk nog de play-offs, maar blauw-zwart doet het beter dan wij hadden durven voorspellen. Wij zagen Anderlecht als de titelfavoriet, met Gent en Genk als outsiders. De drie teams kunnen in play-off 1 nog proberen hun positie te verbeteren op weg naar mogelijk Europees voetbal. Ook Charleroi heeft ons opnieuw weten te verbazen, Standard is zoals verwacht nipt in play-off 1 terechtgekomen. We hadden ook voor KV Oostende een stekje in play-off 1 voorspeld, maar de Kustboys hebben ons wat in de steek gelaten. Ook degradant Mechelen hadden we veel hoger ingeschat, net als Eupen trouwens. De grootste verrassing is uiteindelijk echter nog KV Kortrijk geworden, al is dat vooral de fernste van Glenn de Boek, een aanstelling we 6 maanden geleden nog niet konden voorspellen natuurlijk.